Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe livestream. Ik ben Nikki en welkom bij deze livestream speciaal voor de actie Fish Friends for Food. Heel de maand juni 2020 staat mijn kanaal in het teken van zoveel mogelijk geld ophalen voor de actie Fish Friends for Food. Dat geld inzamelt voor voedselbanken Nederland dat mensen met te weinig geld voorziet van voldoende voedsel. En jij kijkt naar een van de livestreams met geweldige gasten die hun tijd doneren aan dit doel. Met elkaar hopen we op deze manier de voedselbank te helpen aan nog meer mensen helpen aan voldoende voedsel. Een enorm belangrijk doel. Wil je een steuntje bijdragen? Kijk naar de link in de beschrijving waar je kunt doneren. Via de actiepagina kun je heel vanzelfsprekend en makkelijk een bepaald bedrag overmaken dat rechtstreeks door zal gaan naar de voedselbank. Ook kan deze livestream liken al een beetje helpen, omdat YouTube dan de stream harder promoot aan nieuwe mensen, wat natuurlijk het bereik van deze actie nog groter maakt. Vergeet dus zeker even niet dat duimpje omhoog te doen, te abonneren als je op de hoogte wilt blijven van komende livestreams. Met elkaar zorgen we er natuurlijk voor dat deze actie een zo groot mogelijk succes wordt. Maar voor nu wil ik jullie heel erg veel leer- en kijkplezier wensen naar het kijken van deze livestream. Een hele goede avond allemaal. Hier zijn we dan samen met Eleni van de Hoeven hier onder mij. En naast mij Gerald Basleer. Voor degene die jullie niet kennen, is misschien handig om eventjes een voorstel rondje te doen. Wie is wie en wat doen jullie? Hallo, ja. Eleni, jij mag beginnen. Vrouwen eerst. Oh god, moet ik beginnen? Nou ja, de meesten zullen mij denk ik wel kennen. Ik ben Eleni van Sluierstaart Kwekerij Verkoop. Nou ja, we hebben de sluierstaarten en we hebben natuurlijk het Gerald Basleer Biofish Food. Dus daar kennen jullie mij van. Ja, en ik ben Gerald Basleer. Ik ben een vissendokter. Dat is mijn beroep op dit moment om in de wereld rond te reizen en bij de mensen te helpen om vissen goed te leren verzorgen, vooral in de handel. Importeurs, exporteurs. En ook om regelmatig Eleni te voorzien van ons Dr. Basleer Biofish Food. Want Eleni ken ik al een aantal jaartjes. Om daarmee de siervissen gelukkig te maken met een voer dat met een beetje speciale achtergrond ontwikkeld is om vissen wat langer te laten leven. Zo, dat was even mijn korte intro. Ja. Nou ja, en vandaag gaan we het dus hebben over visziektes en voeding. En er staan al een aantal vragen klaar. Vooraf heb ik ook aan jullie als kijkers gevraagd welke vragen hebben jullie voor Gerald. En hopelijk, gegarandeerd gaat dit natuurlijk een super leerzame livestream worden. Ik heb er heel veel zin in. En nou ja, om gelijk maar gewoon te beginnen met de eerste vraag, denk ik, is voor Gerald natuurlijk, hoe en waarom bent u begonnen met het maken van visvoeding? Ja, dankjewel. Dat is een leuke vraag om te beantwoorden. Want toen ik in 1995 begon met mijn groothandel in siervissen in Westmeerbeek, kreeg ik vissen binnen vanuit allerlei werelddelen. En ik had maar één doel, is om die vissen eigenlijk als handelaar, als importeur, zo snel mogelijk te verkopen. Want je wil niet te lang die vissen houden. Dat kost tijd, dat kost geld, dat kost mankracht. Ik had toen 15 mensen in dienst, in een vishuis met 1000 aquaria. En toen zocht ik naar een voer waarmee ik de vissen optimaal kon conditioneren op 1 week tijd. En dat was mogelijk. Ik ben mij gaan informeren bij specialisten die visvoer maken. En zo ben ik beginnen testen, het voer beginnen maken voor eigen gebruik. En heb ik eigenlijk nooit gedacht om het te verkopen, omdat ik het voor mezelf wilde houden, tot een aantal winkeliers zeiden, mag ik wat meekrijgen, een staaltje. En zo is heel langzaam de vraag gekomen, ja, wil je het op de markt brengen? En via Aquarium Münster is het dan officieel over de hele wereld nu verdeeld in 40 landen op dit moment, in de hele wereld verdeeld. En onder andere bij Eleni in Nederland. Ja. En hoeveel soorten basleer zijn er momenteel? Hoe zijn de voersoorten zeg maar opgebouwd? Want dus, als we kijken naar de stelling achter Eleni momenteel, ja, dan zijn ja. Het zoveel soorten en zoveel
verschillende dingen, wat af en toe best wel verwarrend kan zijn ook voor mensen. Ja. Hoe zit dat precies en hoe vind je ook vooral een goede weg naar een juist visvoerbestand? Ja, dat is niet gemakkelijk om dat altijd aan iedereen uit te leggen, want iedereen heeft een ander doel soms bij het kopen van een voer. We hebben daar bijvoorbeeld voeders dus die elke dag kunnen gegeven worden, zoals de regular, of zoals deze hier. Daar komt die. Dankjewel, Eleni, de regular. En dat is een voer voor elke dag, maar daarbij hebben we ook de chlorella, de aloe, de look, noem maar op. Soorten waarin wij aanraden aan de liefhebber, wissel dat af. Wij eten ook graag elke dag iets anders. En de vissen hebben ook elke dag graag een iets ander voer. En daar hebben we dus een hele variëteit in. Die voeders, die elk heeft zo zijn eigen functie. Maar daarnaast hebben we dan ook een soort functionele voeders. En die hebben een doel om bepaalde vissen met bepaalde ziektes te helpen sneller te genezen. Tegen bacteriële infecties, witte stipinfecties en noem maar op. En dat is een aparte groep van visvoeders en dat leggen we altijd uit in ons dossier. We hebben zo'n dossier gemaakt. Dat is online te downloaden, gratis. En Eleni krijgt ze soms van ons ook met een beetje uitleg erover wat het doel is van het voer eigenlijk. Dus we hebben meerdere doelen voor het voer, ook een beetje afhankelijk van de noodzaak en de keuze van de liefhebber en de soort vis die je houdt natuurlijk. Ja, en dat maakt ook dat natuurlijk het voer voor eigenlijk, basleervoer is dus voor elke soort vis geschikt als je de keus juist aanpakt. Ja, juist. Ja. En de korrelgrootte ook is aangepast volgens de grootte van de muil van de vis. Dus hoe groter de vis, hoe groter de korrel mag zijn. Ja, precies. En zo kan je natuurlijk, ja, dan is het even een zoektocht in het begin misschien, maar uiteindelijk heb je dan wel perfecte visvoerbestand natuurlijk voor de vissen. Ja, kijk, zoals Eleni heeft onlangs zo'n actie gedaan, hè Eleni? Je kan het even uitleggen, hè? Dat jij zo verschillende voeders presenteert, hè? Ja. Ja, en ik denk ook dat het de bewustwording bij mensen tegenwoordig is. Want mensen passen het voer bij hun hond en een kat natuurlijk ook precies aan. Maar bij de vissen werd er altijd gekeken naar het plaatje op de pot. Dus ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Inderdaad, en wij hebben op onze website natuurlijk ook sluierstaartmixen. En inmiddels een discus en een maanvismix en een levendbarende mix. Om mensen net wat meer die handvaten te geven. Van waar begin je nou natuurlijk? Dus ja. En grotendeels van het basleervoer, daar kreeg ik ook veel vragen over, is granulaat. Nu, maakt dat ook nog uit? Is er veel verschil tussen drijvend voer en granulaat? Vaak hoor je wel eens dat er zwemblaasproblemen zouden komen van drijvend voer. Hoe zit dat? Ja, dankjewel. Dat is een hele goede vraag, want dat is een groot probleem in onze aquaristiek. Zeker met de siersluierstaarten, die al een bepaalde vorm hebben waarin een drijvend voer of waarbij een drijvend voer een risico is dat de vis een probleem gaat krijgen als hij te veel lucht gaat opnemen met drijvend voer. Dus wij zijn persoonlijk een voorstander van een zinkend voer voor de sluierstaarten, en zeker in dat geval, omdat anders de vis daarin problemen kan oplopen dat hij zijn luchtblaas niet meer goed kan controleren. En ik heb daar een videofilmpje over gemaakt, een YouTube-filmpje. Eleni kent dat wel, ze kan dat altijd doorsturen naar de mensen die interesse hebben, waarin ik uitleg wat er kan gebeuren met een vis als ze steeds maar drijvend voer opneemt. En ik heb dat een test zelf gedaan met vlokkenvoer, waarin dan gelijk de sluierstaart binnen één dag op zijn rug begon te zwemmen. Met als gevolg, hij kon zijn lucht niet meer zelf controleren in zijn luchtblaas, omdat die vissen ergens een defect hebben in het perfect controleren. Maar met een zinkend voer is dat helemaal geen probleem. Ja. En ik denk ook dat qua kwaliteit, want ik zie in de chat, die volg ik een beetje, wordt er ook een vraag gesteld. Wat is nou, waarom is tetra nou echt slechter voeding dan basleer? Wat voor verschil zit daarin? Nou ja, tetra kan ik niet zeggen is een slecht voer. Dat mag ik niet zeggen. Het enige is dat wij ons hebben gespecialiseerd om een hoge kwaliteitsvoer te maken. We hebben dus een heel andere doel gehad. Het is een premium voer te maken met als doel de vissen een hoogwaardige voeding te geven op korte tijd aan een redelijke prijs. En het is allemaal uit ervaring ontwikkeld. En onze productie van onze korrel is zo efficiënt dat we de kwaliteit van alle ingrediënten kunnen behouden. Dat is de kunst in de productie. Je kan van alles klaarmaken, maar als je een vlokkenvoer maakt, dan moet je dat klaarmaken op 100, op 140 graden. Maak je een korrelvloer klaar, is dat maximaal 100 en 110 graden.
En dat scheelt heel veel uiteindelijk in de kwaliteit van de ingrediënten die je overhoudt. En wat wij dan extra doen, is na de productie van de korrel voegen wij onze nutricamenten toe. Dat wil zeggen, onze aloe vera, of onze look, of onze chlorella, worden na de productie van de korrel toegevoerd. En dat doen we thuis hier, persoonlijk. Mijn twee zonen doen dat, als een beroep op dit moment. En dat is hun functie om dan iets te coaten op de korrel, waardoor de kwaliteit van die voedingsstoffen, die extra supplementen, zo belangrijk is voor de vis. En daarin hebben we ons gespecialiseerd, dat we dus ook helemaal anders zijn dan Cera of Tetra of JBL, die dat niet kunnen, omdat wij dat eigenlijk op artisanale wijze doen. Ja, precies. Maar dat heeft echt te maken met inderdaad ingrediënten en productiewijze. Ja, klopt. En dan zie ik ook nog de vraag voorbij komen in de chat nu van, maar vissen die drijvend voer hebben en belzalmen, die eten van het oppervlakte af, wat is daarin aan te raden? Een hele mooie vraag, want je hebt natuurlijk verschillende soorten in het aquarium. Dan neem je een zo fijn mogelijk drijvend voer voor de bijlzalmen. Daar hebben wij bijvoorbeeld de medium voor, of ook de baby nano. De baby nano is een heel lang drijvend, heel fijn stofvoer dat bijlzalmen heel graag eten. En dat zal na een tijdje ook zinken. En dan raden wij aan, heb je verschillende soorten vissen die in verschillende plaatsen in het aquarium wonen, pas dan ook het voer aan. Voor de corridora's die op de bodem leven, of grondeters, geef daarvoor snel zinkende grotere korrels voor. Die 1,5 mm of 1 mm, de lars en de extra lars. En voor de vissen die in het midden van het water zitten, of aan het oppervlak zwemmen, de small, dus de baby of de medium. Dus je kan de korrels kiezen afhankelijk van de soorten vis die je heeft in het aquarium. En dan heb ik hier ook nog, vond ik ook een heel interessante vraag die we binnenkregen. Als een vis sneller op een bepaald soort voer afgaat, is het dan beter als het ander voer? Of zijn het net mensen die minder gezonde dingen vaak gewoon liever eten? Ja, ik denk dat dat een beetje soortspecifiek is van de soort vis, wat zijn geschiedenis is van de dagen voorheen. En sommige voeders zijn natuurlijk meer attractief, om een voorbeeld te geven. Als je look geeft, dan gaan de vissen sneller aan, omdat loken een heel hogere attractie heeft door een vis om verleid te zijn om het te eten. Dat is typisch voor loken. En dat is afhankelijk van de soort vis. We zien dat bij bepaalde cycliden, die gaan heel snel aan het voer. Maar dan discusvissen veel trager, omdat die soms gewend zijn om diepvriesvoer of muggenlarven te eten. Maar kijk naar sluierstaarten bij LNI. Die gaan er heel snel aan, omdat die vissen, die zijn eigenlijk al gewend in een opgroeifase. Want deze komen waarschijnlijk uit China, denk ik. Dat zou worden. Nee, toch niet. Of uit Israël dan. Ja. Ja. Dus daar worden ze ook allemaal met korrels grootgebracht. Dus die krijgen er ook allemaal korrelvoer. Geen diepvriesvoer. Geen vlokkenvoer. Die krijgen alleen korrelvoer. Dus die vissen, die kennen dat natuurlijk. Ja, precies. En waarom heeft Basleer geen voedingstabletten? Want het zijn allemaal granulaat of dus ook garnalensticks. Maar waarom nou niet die voedertabletten? En wat is een goed alternatief dan bijvoorbeeld voor L-nummers? Ja, dankjewel. Die vraag krijg ik vaak. Zelfs Aquarium Münster zit een paar jaar geleden al te bedelen. Gerald, maak eens een tablet, want iedereen heeft dat. Wel, om eerlijk te zijn, kan ik het voorbeeld geven met een tablet. Als u een verjaardagsfeestje geeft met 10 kinderen en u zet 1 pizza op de tafel. Wat gebeurt er als u zegt aan die kinderen, voilà kinderen, een ongesneden pizza, neem uw stukje. Wie gaat met het grootste stuk pizza lopen? Ja, de dominantste. De dominantste. En dat zie ik jammer genoeg als ik tabletten zie dat mensen geven, dat de grootste vis de meeste stukjes opeet of hij zwemt ermee weg. Of hij is agressief, hij laat de kleine vissen geen kans, waarin de zwakkere vis een mindere kans. Dus het is een vorm van uitlokken van agressie. En het is mooi voor de mens om het te zien. Het is prachtig om te zien, want ze komen kijken aan het raam, aan het glas van het aquarium. Maar ik ben er principieel tegen, want ik noem het eigenlijk een stukje dierenmishandeling. Om eerlijk te zijn. Als wij 3 katten thuis hebben, geven we ook geen 1 voederbak. Geven wij 3 voederbakken voor 3 katten. Ja. En dat doen we hetzelfde met de vissen. Daarom stel ik voor, geef meerdere korrels. En voor de L. Gloricaridae op de bodem,
verspreid meerdere grote korrels op de bodem. We hebben daarin verschillende korrelgroottes, tot 6,5 mm zelfs, die je kunt eigenlijk als kleine tabletjes dan op de bodem verdelen, waardoor iedere vis een kans krijgt om zijn stukje te eten. Dus voor mij is een tablet eigenlijk een vorm van agressieopwekker. Dus dat is mijn opinie. En het is niet slecht om het af en toe te geven. Ik zal niet zeggen, het is helemaal slecht, maar doe het niet te vaak. Je kan het af en toe doen, zeker. Gooi ze niet weg, maar geef het niet te vaak. Ja. En dan, ik krijg nog wel eens de vragen. Je hebt natuurlijk de speciaalvoeders, zoals de matrine, de pumpkin, lapacho, forte. Die worden vaak gegeven bij problemen of ter voorkoming van. Maar mag je die altijd geven? Bijvoorbeeld een forte, dat is eigenlijk, die geef je één keer per maand. Maar nu hebben wij hier thuis ook wildvangvissen. Maar die vinden de forte super lekker. Mag je die altijd geven? Of is dat juist niet goed? Het kan geen kwaad dat te geven. Al die voeders kun je geven wanneer je wil. Dat kan geen kwaad. Maar wil je effectief resultaten verkrijgen met de forte, dan is het wel aan te raden dat minimaal 10 dagen te geven. Dat leg ik een beetje uit in mijn dossier. Omdat dan de vis voldoende van die essentiële voedingsstoffen opneemt. Want de forte is bedoeld voor de weerstand van de vis te verhogen. Ja, er zitten beta-glucanen in. En die verhogen de immuniteit van de vis samen met de pediococcus-bacteriën. En tezamen geeft dat na 10 dagen voldoende stoffen, waardoor de vis zijn immuniteit echt heeft verhoogd. Doe je dat maar 1 of 2 dagen, ja, dan gaat de effectiviteit te gering zijn. Je kan het een beetje vergelijken. Als je van de dokter een antibiotica-kuur krijgt, moet je dat ook 10 dagen doen. En niet 2 dagen, want dan heeft het ook geen effect. Dus het is gebaseerd dat de vis voor een specifieke behandeling, zoals de matrine, is minimaal ook 12 tot 14 dagen tot 3 weken, moet je matrine geven. Pumpkin ook zijn bepaalde doelen. Maar helemaal, Eleni, gelijk. Je mag het altijd af en toe geven. Kan helemaal geen kwaad. Nee. Maar voor een behandeling moet je het wel anders inplannen. Ja. Oh, dat is duidelijk. En een vraag waar Eleni toevallig ook mee kwam. Waarom zit de kavar nou precies in een pot? Waarom zit hij in een glazen pot? Heeft dat een speciale reden? Ja. Dat is eigenlijk een marketingreden. Ja, kijk daar, Eleni laat het zien. Zit in een glazen potje. Kijk, ten eerste het woord kavar. Hè? Eigenlijk wilden we daarop schrijven caviar. Ja. Dus het is een potje zoals een caviarpotje. Ja. En we mochten geen caviar benoemen. In Duitsland was het verboden. Dat is omdat het geen echte caviar is, mag je ook caviar daarop schrijven. En dat is het ook niet. Dus we hebben kavar ervan gemaakt. Het glazen potje verhoogt dus de koopkracht, omdat een bepaald cliënteel dat koopt. En het is bedoeld voor de mensen die een keer eens iets speciaal aan de vissen. Het is eigenlijk een snoepje. Wij noemen het eigenlijk het snoepje voor de vissen. Of het is voor de vissen die nog nooit een korrel hebben gezien, om ze te leren korrels te eten, omdat het ons duurste product is. Steken we dat in een grote pot, ja, dan gaan we het niet verkocht krijgen, want dan is het veel te duur. Het is het allerduurste product dat we eigenlijk hebben in onze range van Basleer Biofish Food. Ja, dus dat wordt ook vaak aangeraden aan wildvangvissen die normaal niet gewend zijn aan korrel. Ja. Dat is eigenlijk om als vissen moeite hebben, of als ze gewend zijn om diepvries te eten en je wilt ze omschakelen, dan raden we aan om daarmee te beginnen. Ja, ja, precies. Ik zie hier ook een leuke vraag in de chat. Waarom krijg je bij sommige voedersoorten een vette laag op het oppervlakte? Een soort kaamlaag na het voeren? Ja. Sommige voeders hebben bepaalde nutricementen erin die dan een soort olielaagje geven. En normaal gaat dat weg na een tijd. En normaal zou je eigenlijk je water toch moeten filteren dat ook het oppervlak in beweging inzet. Dat mag niet stilstaan. Dus zorg altijd, bijvoorbeeld bij filtering, dat je uitstroom via het oppervlak gaat. Ik zie dat vanachter bij een niederbak. Zie je dat goed achteraan daar? Dan zie je ook dat water bovenaan beweegt. En dat geeft ook een mooie gassenuitwisseling of zuurstofuitwisseling. Dus krijg je een kaamlaag, dan is er misschien wel een probleem met de methode waarop je filtering in de bak niet efficiënt een doorstroming geeft. Dus eigenlijk zou dat niet mogen gebeuren. Eigenlijk. En dat komt niet vaak voor bij onze voeders. Dus ik zal het niet zo vaak zien bij onze voeders. Ik zou niet weten, misschien is het een bepaalde soort voeder. Ja, de herbal en de tree. Ja, inderdaad, dat heb ik inderdaad ook. Inderdaad. Daar zitten natuurlijk heel veel groene stoffen in. Ja. En dat is eigenlijk, die kaamblaren zijn eigenlijk hele fijne stofdeeltjes.
die na een tijd gaan zinken. Als ze water, in het begin zijn die eigenlijk, nemen die geen water op, maar na een tijd gaan die zinken. Dan ga je zien, gaan de vissen dit opnemen, gaan ze dat eten. Dat gaat met de tijd circuleren in het water, of de vissen filteren het uit met een kieuwen. Het zijn extra voedingsstoffen die uiteindelijk los zijn gekomen van de korrel, omdat het erop gekoot is. En dat het er niet in verwerkt zit en erop gekoot is, komt het soms wat los. En dat geeft dat extra stoflaagje, zal ik dan maar zeggen, op het aquarium. Maar het is niks gevaarlijk. Niks gevaarlijk. Oké, duidelijk. Er wordt nog in de chat gevraagd door iemand die ook het voer geeft. Is het onderzocht, alle resultaten? Is het gebaseerd op cijfers of is het een pure visie? Ja, mooie vraag. We hebben daar... bij Aquarium Münster en bij onze website basleer.com kan je kijken bij Biofish Food, hebben we een link gezet, Scientific References. En daar kun je kijken naar wetenschappelijke studies die er zijn gedaan over ons voer en ook over de ingrediënten. En zeker over de nutricementen, waarom doet look zijn werk, wat doet chlorella, wat doet matrine, lapacho, wat doet dat allemaal, dat hebben we allemaal met publicaties die zijn gebeurd in de laatste jaren, weergegeven op onze website via Scientific References. Dus dat kun je terugvinden op onze website. En kun je ook, we hebben ook die links geplaatst naar die artikels. Dus iemand die meer wil weten, kan dan ook naar die artikelen gaan zoeken hoe dat het is getest geworden en noem maar op. Dus jazeker. Proberen niks uit te vinden vooraleer het wetenschappelijk ergens al is meegewerkt. Nee, dat klopt. Ja, duidelijk. Ook een vraag die al kwam, levend voer. Is dat nou complete voeding? Wat zijn de risico's ervan? Hoe beperk je die eventueel? Hoe zit dat? Ik vind levend voer zeker een mooie aanvulling. Niks tegen levend voer. Het is leuk voor de vissen, het is een variatie. Het is leuk dat je biofish food geeft natuurlijk. Maar het is leuk dat de vis af en toe ook eens iets anders krijgt, zoals levend voer. Het enige probleem dat we met levend voer kunnen hebben, is dat het microben kan meebrengen. Of pathogene bacteriën, ziekteverwekkende bacteriën, dat je niet weet. Want dat kan meekomen op het voer. En er zijn onderzoeken op gedaan, en zeker in Thailand is dat gebeurd. Heb ik in een van mijn video's op YouTube weergegeven, op bacteriële infecties, video nummer 8 was dat, op mijn YouTube-kanaal. En daar spreek ik over bacteriële infecties die bij de vissen komen door het te veel geven van diepvriesvoer of levend voer. Dus ik zou zeggen, ja, geef een variëteit aan diepvriesvoer, maar zorg of levend voer, maar zorg dat het een vers product is, dat het ook niet te lang in de koelkast heeft gelegen, dat het niet vervallen is of verrot is, want daar komen heel snel bacteriën op. En koop bij een hele goede bron, of desinfecteer het, of kook het, of verhit het in een microwave, dat je die bacteriën dood die er potentieel bij zit, maar er is een onderzoek gebeurd in Thailand op alle petfoods. En daar hebben ze bij bijna 80% ziekteverwekkende bacteriën gevonden. Dus er is een risico. Maar als je het altijd geeft, ik zie dat bij mensen die alleen diepvriesvoer, levend voer geven, zie ik heel vaak maag-darmproblemen. Heel vaak zie ik parasitaire infecties en bacteriële infecties. Dus ik raad aan bij de mensen, geef het, maar geef het niet hoofdzakelijk. Doe het als een mooie aanvulling, ja. Ja, precies. En dat ontsmetten, ja. Hoe gaat dat precies? Is dat tot een bepaalde temperatuur verwarmen? Of, ja, ja, dat is koken, dat is verhitten. Verhitten is de beste ontsmetting. Omdat je eigenlijk het moet, zoals wij eigenlijk, als wij vissen eten, ons eten klaarmaken, is het ook aangeraden, tenzij je sushi eet natuurlijk, maar je weet, als je sushi eet, heb je ook een risico. Als je bij een slechte vis in je handen krijgt, ik heb toevallig mijn dochter gehad, die heeft een worminfectie opgelopen door sushi te eten. En dat is het risico dat je neemt met iets dat niet gekookt of gebakken is. Dus ik raad aan, ja, koop bij een goede bron je visvoer, het levend voer en het diepvriesvoer. Maar het blijft de risico. Dus eigenlijk koken of het bakken, zeker het koken, is een proces. Het verhitten is een heel proces om die bacteriën te doden. Ja, want bevriezen doodt het dus niet. Dus diepvriesvoer is hetzelfde. Diepvriesvoer is hetzelfde, klopt. Ja. Ja. Dus inderdaad. Kijk. Die.
Nou, dat is eigenlijk een door naar een compleet ander onderwerp. Daar hadden we Eleni en ik het vanmiddag toevallig nog over. Het product Bacto Sprint. Oh, wacht, we halen het er even bij. Ja, let's start the banner. Wat is het nou precies en wat doet het nou precies? Kijk, Bacto Sprint, de naam zegt het een beetje zelf. Het zijn bacteriën die sprinten. Bacteriën die dus heel snel klaar zijn om te beginnen hun goede werk te doen. Oh, kijk eens aan, dankjewel. Ja, daar zit dus een flesje in. En in dat flesje zit een vloeistof. En van boven in het deksel zit een capsule. En in die capsule zitten bacteriën die als ze in contact komen met dat vloeistof in het flesje. Dus je draait eraan, je draait dat dopje. En dan vallen die bacteriën in dat flesje. En dan komen ze levend. Op dat moment krijgen dus de bacteriën ineens voedingsstoffen en komen ze levend. En na een paar minuten, als je dat flesje dan opendraait, merk je ook dat er gassen in zitten. Dat is dus CO2, eigenlijk door de bacteriën verwerkt. En komt er eigenlijk, die bacteriën zijn dan onmiddellijk met miljoenen levend. Dus je hebt onmiddellijk een levende cultuur binnen een paar minuten. Dat staat uitgelegd op die grafiek van boven daar, op die banner. Dat binnen een paar minuten heb je dus echte levende bacteriën die je houdt. En dat is de garantie dat je ook echt levende bacteriën toedient. Want je wilt zo snel mogelijk actieve bacteriën die zorgen voor de filtering van je afvalstoffen. Want dat is wat het doet. Het zijn bacteriën die dan gaan zitten op de bodem, op je substraat en zeker in je filter. Het staat uitgelegd in de brochure om dat in de filter toe te voegen of in het aquarium. Want het aquarium gaat het sowieso in de filter zitten. En dan gaan die hun werk beginnen doen om gelijk ook afvalstoffen te verwerken. En dat is een wetenschappelijk studie opgedaan aan de universiteit in Zwitserland, in Zurich. Daar komt het product eigenlijk oorspronkelijk vandaan. Oké, en als we dat even vergelijken. Ik heb eerder bijvoorbeeld een video gemaakt over het feit bacteriën in een flesje. Heel vaak dat je leest dat je levende bacteriën kan kopen die gewoon tijden in de winkel staan. Is dat dan wat anders? Is dat een ander idee dan? Want dit lijkt me vrij uniek. Ja, kijk, het is een uniek idee omdat het lang houdbaar is. 2 jaar is het houdbaar. En de bacteriën die in een fles zitten in een oplossing zijn maar 6 weken houdbaar. Dat hebben we getest in een labo. Dus als dat al zes weken verpakt is, zitten er uiteindelijk dode bacteriën in. Maar die dode bacteriën, om eerlijk te zijn, zijn uiteindelijk ook voeding voor de bacteriën die altijd in je aquarium aanwezig zijn. Er zijn altijd filterende bacteriën die meekomen met je waterverversing, met je planten, met je vissen. Dat zit in de natuur. En daarmee die flesjes. Het is natuurlijk het nadeel dat het wat trager gaat werken. Want je voedt dan die bacteriën die dan nog culturen moeten gaan maken. Dus dat duurt iets langer en heeft een langere tijd nodig. Dus die flesjes zijn niet slecht. Er zijn een paar uitzonderingen. Die paar die je kunt kopen. Ik geloof dat dat Bactonet is of zo. Dan moet je in de koelkast aan houden. Degenen die in de koelkast aan houden, dat zijn ook goede bacteriën. Omdat je ze vragen, zet ze koel. Want dan blijven ze langer levend en dan gaan ze niet dood. Want je moet begrijpen, die bacteriën hebben voeding nodig en zuurstof nodig. Dat zijn 2 essentiële elementen voor deze aerobe filterende bacteriën. Steek je dat in een fles, ja, dan kan er voeding in zitten, maar waar is de zuurstof? Ja, precies. Dat gaat weg. Maar uiteindelijk zijn die flesjes wel voeding voor de potentiële bacteriën die altijd in kleine aantallen in je aquarium aanwezig zijn, ook als je vers opstart. Maar dan moet je wel 3 weken wachten. Ja. En met deze Bactosprint, dat weten we niet altijd exact, maar kun je al gelijk met de eerste dag al enkele vissen er toevoegen. Okay. Enkele vissen. We zeggen altijd, neem geen risico's, doe het langzaam, wacht misschien een paar dagen. Maar ja, de meeste mensen zijn ongeduldig en willen gelijk een bak starten, Bactosprint en een visje. Niet waar, Eleni? Dat is moeilijk soms, hè? Om dat uit te leggen. Vaak vinden ze het al heel moeilijk, ja. Ja, ja. Dus eigenlijk is in Bacto Sprint zorgt inderdaad ook echt voor dat je gelijk een goede bacteriecultuur hebt. Wel klein, want het kunt natuurlijk niet echt zo'n filter ingooien. En de standaard levende bacteriën in een flesje, dat zijn meer een soort superfood. Maar, daar ging de lamp weer. Alleen, dat is meer een soort superfood. Alleen, dan moet je dus nog wel wachten. Ja. Ja. Oké, duidelijk.
Dat is wel een heel erg handig iets om te hebben, inderdaad. Ook bijvoorbeeld voor een quarantaine-aquarium indraaien. Zou dat dan handig werken? Of juist liever niet omwille van kruisbesmetting? Waarom niet? Ja, waarom denk je voor een kruisbesmetting wat je zou veroorzaken? Een normaal ingedraaid... Ja, ik weet dus niet precies hoe het natuurlijk gaat. Maar een normaal ingedraaid aquarium zit je natuurlijk altijd als je nieuwe vis toevoegt met mogelijkheid op kruisbesmetting. Daarom wordt vaak aangeraden een quarantaine-aquarium waarin eens vis in moet... Zorg voor dat er niks in zit. Dan was ik wel benieuwd, hoe zit dat dan hiermee? Dat zit toch eigenlijk ook met een bacteriecultuur die je introduceert? Of zijn het alleen puur de gezonde bacteriën, zeg maar? Juist. Dat zijn geen pathogene bacteriën. Ongevaarlijk. Zijn hele nuttige bacteriën die echt noodzakelijk zijn om de filtering efficiënt te laten verlopen. Dus nee, het is een heel andere soort bacterie. Ja. Duidelijk. Okay. En juist deze soort bacterie, om er nog aan bij te voegen, door hun aanwezigheid... vermijden zij pathogene bacteriën. Want als ziekteverwekkende bacteriën uiteindelijk in de filter komen, die worden eigenlijk vernietigd door deze filterende bacteriën. Daarom moet je altijd een goede filter hebben die goed veel bacteriën heeft, want die vernietigt eigenlijk alle bacteriën die in die filter terechtkomen. Want je moet weten, pathogene bacteriën die ziekteverwekkers zijn, die kunnen maar leven op de vis. Die hebben de vis nodig, dat is een gastheer. Die kunnen maar kort leven in het water. Dat kan een dag zijn, 2 dagen zijn. Maar als ze eenmaal in de filter terechtkomen, dan komen ze bij al die etertjes, die bacteriën, die dus de ammoniak eten, nitriet eten, maar die ruimen ook afval op. En in dat geval gaan die ook concurrentie zijn voor die pathogene, ziekteverwekkende bacteriën. En dus die zuiveren eigenlijk daardoor ook het aquarium voor de mogelijke bacteriële infecties. Dus hoe beter je filter werkt, hoe groter dat die is, hoe minder risico op bacteriële infecties. Dat is ook een veiligheid. Ja, dus een goed gezond filter en goed gezond filtermateriaal is dus ook vreselijk belangrijk. Vreselijk is het belangrijkste. Ik zeg altijd, u koopt een aquarium. Eigenlijk moet je eerst denken, welke filter ga ik kopen? Ja, precies. Wat Eleni hoor ik het ook zeggen. Eleni weet maar al te goed. Zeker met sluierstaarten is het heel belangrijk. Want dat zijn viezerikken, die maken de boel altijd zo vuil. Dan moet je echt denken aan, de filter bepaalt eigenlijk of je gelukkig vissen kunt houden of niet. Niet de grootte van de aquarium, niet de hoeveelheid water, de grootte en de efficiëntie van je filter. Dat is het geheim van aquarium houden eigenlijk. Nou ja, alleen op de bakje achter natuurlijk, hier staat een 1,20 meter, die is 240 liter. Nou, jullie zien hem hier in het hoekje, daar staat een X-Pro 2000, maar aan de andere kant staat ook een JBL 1502. Ja, dus, Dat heb ik inderdaad hier ook slechts twee sluiers. En er staat een JBL 1501 op. Ja. Maar kijk, hoe meer vis je erin zet, hoe groter je filter zal zijn. En veel aquarianen komen het tegen. Ja, dan hebben ze 10 vissen zwemmen en dan willen ze toch nog die ene vis erbij. En dan gaat het elke keer fout. Dan wordt het water troebel, dan gaan de vissen hangen, dan krijgen ze vlekken. En het is juist die ene vis die te veel is voor die filter, niet voor het aquarium. Maar te veel is voor die filter, dat de filter het niet aan kan, om juist dat extra afval van die ene vis te verwerken. Dat wil zeggen dat de bacteriën in te kleine hoeveelheid zijn om die ammoniak en nitriet te verwerken. En dat is daarom de kunst om te weten, kijk, dit is de capaciteit van mijn filter, en dit is de capaciteit van mijn aquarium, bepaald door de filter. Dus je moet het een beetje vergelijken met een sportman. Je hebt een hele goede wielrenner, zoals Greg van Avermaat, om maar iemand te noemen, onze bekende Olympische kampioen. Die man die kan heel gemakkelijk 250 kilometer rijden, omdat zijn hart erop getraind is. Ja. Maar Eleni, jij of Nicky, wij kunnen dat niet, want wij zijn kapot na 50 kilometer, omdat ons hart er niet op getraind is. Dat is onze filter. En voor een aquarium moet je hetzelfde denken. Dat moet er ook op voorzien zijn, eigenlijk, om iets aan te kunnen. En dan is filteronderhoud ook heel erg belangrijk. Ja, hoe doe je dat eigenlijk nou het beste? Veel mensen hebben zoiets dat het filter moet niet te schoon zijn, maar het moet ook zeker niet te vies worden. Te vies merk je onmiddellijk al als het de flow, dus de doorloop of de doorstroming vertraagt. Dan is het al dat het vervuild is. Vuil in de filter wil niet zeggen dat het slecht is. Veel mensen zeggen vuil... Oh, dat is slecht. Nee, dat vuil kunnen ook bacteriën zijn, maar dat zie je niet. Bacteriën zien we eigenlijk niet. Wat we zien in een filter, als er veel te veel vuil is, dat die dichtslipt. Okay. Dat die slechter begint te werken.
en dat de filter vertraagt, dan moet je echt optreden, want dan ben je al te laat. Je moet eigenlijk een standaard ervaring opdoen in jouw aquarium met jouw hoeveelheid vissen. Ik moet om de 4 weken de filter stoppen, het materiaal eruit halen en in een emmer schoonspoelen met water van het aquarium. Ik zeg altijd water van het aquarium. Waarom? Omdat de filterende bacteriën je die niet wilt kapotmaken. Dat is eigenlijk het hart van je filter. Dat zijn die filterende bacteriën. En die kennen het aquariumwater. Gebruik je kraantjeswater. Ja, dat kan oftewel te koud of te warm zijn. Dat vinden die bacteriën niet leuk. Dat kunnen ze in shock raken. Dus beter spoel je het heel goed uit in een emmer. In een emmer water, met water van het aquarium. En zet je het gewoon terug. Is er een beetje vuil over? Kan geen kwaad. Gaan er bacteriën verdwijnen? Heel weinig. Want de goede bacteriën zitten vastgekleefd op die filtermoes, op die watten, of die korreltjes. Ik weet niet wat jij hebt, Eleni. Wat heb jij er allemaal onderin zitten? Watten en Cyprax. Ja, Cyprax. Kijk, de watten kun je verwijderen. Dat is een laagje. Dat wordt heel vuil. Dat slipt dicht. Je kan het ook uitspoelen en terugzetten. Dat kun je vervangen. En die Cyprax moet je ook uitspoelen. Om duur gaat het vol zitten. Maar dat moet je maar... Eleni, hoeveel keer doe je dat? Jij? Voor 1 keer in de 3-4 maanden of zo gaat hij open. Ja. Ligt een beetje aan de bezetting. Juist. Ja, heb je dubbel zoveel vis, dubbel zo snel nodig. Dat is iets dat je moet leren in de gaten houden met je flow. Ik zeg gemiddeld, voor een aquariaan zeg ik altijd, doe per maand een verversing. Afhankelijk van hoeveel het vis, 25%. En doe per maand ook gelijkertijd ook het filteronderhoud. Haal het er even uit, spoel het uit en zet het terug. Je gaat veel minder problemen voorkomen dan anders. Ja. Precies, beter voorkomen als genezen natuurlijk. Ja, alle keren. Ja. En als we dan een beetje erop inhaken, stel we kopen nieuwe vis. En je kunt qua voer natuurlijk al heel veel ondersteuning bieden. Maar zou jij ook vissen preventief behandelen? Zoals hier komen ze binnen en hier gaan ze altijd door de ontworming. Puur omdat ik weet dat sluierstaarten snel wormen hebben. Maar zou je dat als hobbyist ook moeten kopen vissen uit de winkel? Raad je dat aan? Hangt dat van de winkel, Eleni? Kijk, als de winkel, zoals jij dat doet, je doet zelf quarantaine en jij behandelt, ja, dan is het risico een stukje kleiner. Kijk, als je nu de kans hebt om toch een quarantaine aquarium te hebben, dan is het slim om water van jouw mooie grote aquarium ook in het quarantaine aquarium te zetten en daar die vis dan misschien ook een weekje te laten rondzwemmen tot 14 dagen. En dan te kijken wat er gebeurt. Want er kan altijd iets misgaan. Dat is de biologie van het leven. Wat kan dat zijn? Dat weet je soms niet. Vandaag ben ik gezond, maar morgen moet ik misschien naar de dokter en heb ik keelontsteking. Ja, ik weet het niet op voorhand. Kon ik dan maar weten, maar dat is niet zo. En dat is met de vissen ook zo. En daarom is het veel moeilijker dan die vis die reeds in het aquarium zit, met een potentiële ziekte mogelijk, aan zijn andere vissen te geven. Als je het kan voorkomen, quarantaine, altijd beter. Maar het hoeft niet als je een bron hebt, een leverancier hebt, een winkel hebt, die een goede zorg voor gedraagt. Dus dat vermindert het risico. Dus het is persoonlijke afweging ook. Ja. En qua wildvang, als het gaat om ziektes, heb je met wildvang ander soort ziektes of eerder ander soort parasieten, et cetera, als waar de kweekvormen gevoelig voor zijn? Ja, dankjewel. Nicky, een hele goede vraag. Want er is een groot verschil in dat bijvoorbeeld de wildvangvissen hebben vaak, heel vaak, inwendige worminfecties. Heel vaak. Ik heb 4 reizen gemaakt in de Amazone en daar praat ik zelfs weer de Amazone-Indiaan. En de vissers zelf, 90% van die mensen hebben worminfecties. Oh, wauw. Dat is hun leven. Ja, als zij eten klaarmaken, gelukkig leren ze nu de vis te koken in een potje met water. Maar vroeger deden ze het alleen op de barbecue en grillen, zo'n beetje verwarmen. Ja, en de helft van de vis was rauw. Ja, dat kun je wel voorstellen. Dat was geen gezonde sushi. Nee. Maar in de natuur, ja, de vis kan niet selecteren. De vis eet wat hij kan krijgen. En krijgt hij er een lekkere kreeftje voor zijn neus gezwommen. Dat zwemt wat trager, maar het zit vol met wormen. Geen erg, eet het op, want hij weet het niet. Hij moet eten wat hij die dag krijgt. En dat is het probleem in de natuur, dat vaak worminfecties meekomen. Het voordeel is van wildvang uit de natuur, als die vissen eenmaal gezond zijn en genezen zijn of gezond binnenkomen, die reageren veel beter op medicijnen.
Die hebben een veel betere natuurlijke immuniteit. En ook de ziekteverwekkers die ze meebrengen, die hebben nooit een medicijn gezien. Dus je medicijnen gaan altijd effectiever werken. Terwijl een gekweekte vis, soms gekweekt is met bacteriën die al een hele geschiedenis hebben. Of met kiewormen die al meerdere behandelingen hebben gehad en resistent zijn aan bepaalde medicijnen. En dat is dus het nadeel van kweek, dat er soms gekweekte ziektes bij zitten die al veel moeilijker aan te pakken zijn. Maar het voordeel is van de kweker kan selecteren. Hij kan de beste eruit halen, hij kan goede methodes toepassen. Dus zoals Eleni ook haar leveranciers selecteert, volgens de kweek die ze kan krijgen. En zo weet zij de beste vissen te krijgen. En dat is, ervaring leert je wat je moet gaan kiezen, in dat geval. Hè? En Eleni heeft ook haar methodes om de vissen te ontwormen, wat dat heel belangrijk is. Want het is bekend dat sluierstaarten, al is het van China of van Japan of van Israël, ze zijn altijd wel ergens drager van kiewormen. Dat is waarom? Dat is soortgebonden. Ik heb dat in mijn boeken al genoeg geschreven. Dat is soortgebonden. En als je dat weet, dat is mooi. Dan kun je het aanpakken. En dan kun je het voorkomen. Ja. Ja. Ik denk ook dat, als ik rechts van mij kijk, zie ik hier sluierstaarten. En normaal heb ik dat links ook. Maar tegenwoordig zijn links hier twee enorme turf-aquaria met een pH van 4, 5 ongeveer. En daar zit een Parus foraminos in. En daar merk ik dus dat ze eigenlijk niet ziek zijn. Nooit. En je kunt er ook weinig mee. Maar klopt het ook dat het omdat het zo zuur water is, dat daar ook minder problemen zijn? Ja, mooie vraag. Mooie vraag, Eleni. Je moet eens kijken naar video 8 op mijn YouTube-kanaal. Leg ik het uit waar bacteriën zo ideaal in groeien. Een bacterium groeit ideaal vanaf pH 5 tot en met 8. Ideaal, de beste groeiperiode voor een bacterie, een pathogene bacterie, maakt niet uit, is tussen 6 en 8. Ideaal. Dus als het pH 4 is, is voor heel bacteriën heel slechte omgeving. Hele slechte omgeving om te groeien. Dus daarmee ga je bacteriedruk enorm verlagen. Dat is zo. Het enige nadeel is, voor een hele zuur water met een lage pH, dat tuberculose dan heel snel groeit. Dat is een uitzondering. Ja. En dan krijg je dus daarom dat discuskwekers en apistogramma-kwekers, die kweken de vissen in hoge temperaturen, meestal 28, 32 graden, dan groeien ze sneller, krijgen ze een mooiere kleur. En dan ook met een zuur van pH van 4 tot 5, ja, dat is ideaal voor tuberculosebacterie, mycobacterium. Dus dat is het nadeel voor die groep kwekers. Maar voor sluierstaarten geldt dat natuurlijk minder. Nee, precies. Oh, dat is wel heel interessant. Dat het natuurlijk ook met zuurgraad en waterwaarde te maken heeft. Ja. En dan ook een vraag die wel leuk is. Wat voor effect heeft zout nou op ziektes of juist preventief? Wat doet zout met vissen? Oké, dankjewel. Een goede vraag. Want zout is het oudste keukenmedicijn. Ja. En nog altijd een van de meest belangrijke en essentiële. Wat ik altijd aan de mensen zeg, als ze mij soms contacteren en ze zeggen, mijn vissen doen raar, wat moet ik doen? Ik weet niet wat voor ziekte ze hebben. Dan zeg ik altijd, doe een goede waterverversing en geef ze 3 gram zout per liter. En dat is soms voldoende om veel problemen op te lossen. Waarom? Zout doet verschillende dingen. Zout doet groei van bacteriën en parasieten remmen. Het doodt niet, hè? Dat is het verschil. Maar remt de groei van bacteriën en van parasieten. En tegelijkertijd verbetert het de slijmhuid van de vis. Het prikkelt de slijmhuid, waardoor de vis iets meer slijm en meer, hoe moet ik zeggen, een soort beschermingslaagje gaat vormen tegen de parasieten die eventueel op de huid en op de kieuwen zitten. Dus het is tegelijkertijd helpt het de osmotische druk op de vissen. Dus dat is een andere factor. Door het hogere zoutgehalte gaat de vis in zoet water minder osmotische druk hebben. Want de vis heeft een zoutlichaam en in een zoutere omgeving heeft hij minder osmotische stress, noemen we dat. Dat wil zeggen dat hij minder krachten moet verbruiken om zijn zoutbalans te behouden in zijn lichaam. Ik ga niet te technisch erin gaan, maar dat wil zeggen dat dat tijdelijk eventjes goed helpt, dat zout. Of meerdere plaatsen voor de vis, zoals ik hier even aangeef. Dus zeker is dat een oud keukenmedicijn, maar heel effectief en wordt door heel veel mensen in de wereld gebruikt bij nieuwe vissen die binnenkomen. Veel importeurs vangen allen vissen op zout. Allemaal. Allemaal.
Ja. En het is dus ook voor ondersteuning bij medicatie. Kan het ook nog helpen? Of zal het gaan op de clinch gaan met bepaalde medicatie? Niet noodzakelijk. Iets hangt af van de hoeveelheid zout natuurlijk. Hè. Als je 3 gram per liter gebruikt, dat is niet erg. Dat is niet veel. Dan ga je naar 5, 6 gram. Ja, en je wilt dan bijvoorbeeld bepaalde medicijnen zoals FMC gebruiken, wat in de handel al courant gebruikt. Dan kan het met de formaline nogal agressiever worden voor bepaalde soorten. En ook bepaalde soorten kunnen met hogere zoutgehaltes niet goed overweg. Zeker de zure vissen, hè, zoals jij er hebt op een pH van 4. En je gooit er 5, 6 gram zout in. Nou, dat is je niet gelukkig mee zijn. Nee, precies. Nee. Maar voor sluierstaarten is het een hele goede verzorging. Eleni, ik denk wel dat jij het ook aanraadt. Ja? Ja, vooral in de behandeling bij wormen nog wel. Ja, maar ook bij wit stip. Ja. Om de slijmhuid wat af te breken en de slijmhuid weer terug te laten komen. Dan, Oh, ik zie een leuke vraag zie ik in de chat voorbij komen. Het iridovirus, kunnen we daar iets mee? Of is dat preventief te behandelen? Dat is natuurlijk in het dwerguraam een gevaarlijke virus. Ja, maar. Klopt. Het iridovirus in het dwerguraam, jij weet dat blijkbaar. Maar dat is een serieus probleem. Het probleem is, virussen kunnen we niet doden. Nee, dat weten we met COVID-19. We kunnen het niet doden. We kunnen alleen de verspreiding controleren en de ontwikkeling en de verdere ontwikkeling controleren. Maar je kunt het virus niet doden. Je kan alleen weerstand opbouwen. Immuniteit opbouwen. We horen dat nu elke dag in het nieuws. Maar dat gaat voor de vissen ook. Als een vis een virale infectie heeft, dan kun je maar één ding doen. De beste condities geven aan de vis. De beste waterkwaliteit, de beste zorg, de beste voeding. En natuurlijk, ik ga voor mijn winkel praten van ons dokter Basler Beervis Food. En in dit geval is er de Forte. Dat is gemaakt om juist de immuniteit van die vis te verhogen. Dat wil zeggen te werken aan meer weerstand, meer macrofagen in dit geval. Dat is vooral tegen bacteriën. Maar ook de algemene immuniteit met beta-glucanen te verhogen. Waardoor de vis die geen te zware infectie heeft het overleven kan. Mits hij voldoende eten kan nog. En mits hij nog gezond genoeg is om te herstellen. Maar ja, eet hij niet meer. Het probleem is, we kunnen het niet voorkomen. Je kan het voorkomen in jouw aquarium, door ten eerste vissen in quarantaine te zetten. Want als de vis een iridovirus heeft, gaat dat uitbreken binnen de 5 à 10 dagen in het quarantaine-aquarium. Dan gaat hij zweren krijgen, gaat hij rode wonden krijgen. Dat is typisch voor iridovirus bijvoorbeeld. En dan weet je, die vis kan ik niet in mijn aquarium zetten totdat die rode wonden weg zijn. Dus dan moet ik eerst 2-3 weken behandelen met Biofish Food Forte. En hopelijk gaat het weg. De garantie kan het niet geven. Maar het probleem zit in de kwekerijen. Het wordt gekweekt met de vissen in kwekerijen. Dat is het probleem met het iridovirus. Het komt ook voor bij andere, komt ook voor bij maanvissen naar het schijnt. Bij dwergcyclieren, bij ramiresis, bij dwerguramis. Bij een hele variëteit van vissen is het al onderzocht. Maar jammer genoeg is de wetenschap staat nog in zijn kinderschoenen voor siervissen. Omdat daar weinig geld voor is, weinig onderzoekinteresse. En we weten nog veel te weinig over al die virussen, eerlijk gezegd. We weten nog veel te weinig. Ja. Dus het is aan de importeur om te selecteren. Koop ik goede vissen die vrij zijn van. En er zijn fish farms in Azië. Ik ken er een paar in Maleisië en in Singapore. Die zijn vrij van iridovirus. Okay. Die hebben daarvoor gezorgd en die hebben een certificaat. En die kunnen met dat certificaat deze gouramis exporteren. Maar ja, die gouramis kosten wel dubbel zoveel geld. Ja. Maar dat zijn ze ook waard. Ja. En even terugkomen op het zoutnet. Komt in de chat langs, is het nou een fabeltje of niet, dat je jodiumvrij zout moet hebben? Ja, kijk, ik raad altijd aan, als je zeezout gebruikt, gebruik zeezout. Oké. Zeezout, dat de couranten krijgen. Ook zeezout voor de keuken, maakt niet uit. Omdat het zeezout heeft ook magnesium. En dat is veel stabieler voor je pH. Want als je bijvoorbeeld water met een hele laag buffergehalte en je geeft daar veel zouten naartoe, je wilt gaan behandelen met zouten, dan kan je pH ineens van 7, 8 naar 4 of 3 zakken door het zoutgehalte. Maar met zeezout gebeurt dat niet. Het probleem is, met een hele lage pH wordt je ammoniak heel toxisch, ammonium. Heel toxisch. Er is een shift in ammonium met de pH shift verandering, dan wordt het heel giftig. Dus een beetje ammoniak wordt dan heel giftig ammonium. Dus dat is, daarom zeg ik altijd,
Gebruik je zout, gebruik zeezout dat ook voor de keuken gebruikt wordt. Of koop een zak zeezout voor zeewateraquaria. Dat is nog veiliger, dat is nog zekerder. En dan heb je garantie om een goede buffer ook te hebben. Want dan blijft je pH stabiel met zeezout. Dus dat raad ik dan eigenlijk aan als je zout gebruikt. Oké, dat is wel een belangrijk ja. detail. Ja. Even een beetje doorgaand op het medicijnen en zout. Voor de standaard hobbyist, wat zou u aanraden dat gewoon standaard in de kast staat qua medicatie of als zeg maar het eerste hulpidee? Of misschien nog niet eens medicatie te zijn. Eleni, wat zou jij voorstellen? Wat is Benny? Heel veel vers water. Dat kan niet in het kastje, maar die zou ik er wel altijd hebben. Een antibacterieel middel. Als je vissen hebt die snel witte stip hebben, zou ik toch ook echt iets tegen witte stip hebben. En toch zout. Ja, dat zou ik hebben. Ja, je beantwoordt juist de goede antwoorden, Eleni. Prachtig. Ja. 10 punten. Ja, bijkomend natuurlijk de mogelijkheid tot waterwaarde testen. Dus iets van druppeltesten of iets dergelijks. Dat is misschien ook nog wel handig. Ja. Die staat hier in ieder geval wel altijd in de kast. Ja, al is het een strip, hè, dan heb je in ieder geval een indicatie. Misschien nog een leuke. Heel veel mensen hebben het al gezien, maar laatst is er natuurlijk een nieuw voeder uitgekomen, de FUCO. Misschien leuk om daar even op in te gaan. Wat is FUCO en wanneer gebruik je het? De FUCO is ons korrelvoer waarop wij meerdere soorten hebben opgekoot. En de FUCO staat voor fucoïdan. En fucoïdan is een extract van zeekelp. Zeekelp is een bruine zeewier. En dat is laminaria in het Latijn. En dat is al 30 jaar in gebruik in Azië voor behandeling van inwendige infecties. Het is een hele brede werking. En ik ben toevallig 2 jaar geleden in contact geweest bij een tilapiakweker. Een hele grote tilapiakweker, omdat ik af en toe voor de tilapiakwekers ook advies geef. En die man had een bacterieel probleem. En die gebruikte zelf fucoïdan voor zichzelf in zijn darmen bacteriële problemen aan te pakken. Want het heeft een antimicrobewerking. Dus dan heeft hij testen gedaan samen met de universiteit. Laten we het eens testen op columnare ziekte bij mijn tilapia's, want dat komt zo vaak voor, want ik heb hier altijd 30 graden, heel warm, ideaal voor die bacteriën om te groeien, als het zo warm is. En die hebben toen testen gedaan met fucoïdan, met een gigantisch goed resultaat. En heb ik gezegd, oké, wat heb je gebruikt? Geef mij het artikel. Dat artikel is trouwens gepubliceerd op onze website, op onze scientific references, onze wetenschappelijke referenties, staat er bij ons Beerfish Food. En dan hebben we, en heeft hij testen gedaan. En ik heb dat dan ook gaan testen op guppies, op kardinaal neons. Ben ik gaan testen met columnare ziekte. Die kocht ik dan. Ik kocht zieke vissen. Ja, ik doe dat. Ik ben zo'n gek. Ik kocht zieke vissen. En ik heb een privélabo waarin ik dan ben gaan testen. En effectief, ik verloor maar 10-20% van de vissen die zwaar geïnfecteerd waren. En de vissen genazen binnen 12 dagen behandeling. Heel snel. Wow. Na 6 dagen zag ik al genezing proces. En we hebben dat fucoïdan dan ook gemengd met Pediococcus bacteriën om het te herstellen. Dus we hebben zo een preparaat gemaakt dat eigenlijk, ik mag het geen antibioticum noemen, dat is het ook niet, want wij mogen geen medicijnen in het voer stoppen, maar het is een natuurlijke grondstof die de vis helpt te strijden tegen bacteriële infecties. Laten we het zo kort zeggen. Dus wel belangrijk dat je 12 dagen, minimaal 10, 12 dagen aan één stuk dat voer geeft en niks anders. Zodat het maximaal dat fucoïdan opnemen kan. En als je bijvoorbeeld bij sluierstaarten zie ik heel vaak darminfecties en problemen erin. Zou je de fuco dan ook aanraden om standaard in je voeding te hebben? In je mix, zeg maar. Bijvoorbeeld met een herbal en een garlic erbij. Nee, ik zou het niet mengen. Ik zou het echt gebruiken als een 10-daagse kuur bijvoorbeeld. Maar je moet je afvragen, Eleni, waarom hebben de mensen problemen met de darmen van de sluierstaarten? Ergens komt dat vandaan. En dan ben ik degene die, ik ben als onderzoeker, dat is mijn job, als ik naar een groothandel ga en die zegt, ik heb hier 20 bakken met sluierstaarten die allemaal ziek zijn. En dan vraag ik altijd het lijstje, wat is er gebeurd bij deze vissen? Wat is de geschiedenis? Wat is er gebeurd in het water? Wat is de waterkwaliteit? Is er vervuiling? Wat is het voer? En meestal ga ik kijken bij sluierstaarten.
Welk diepvriesvoer of levend voer hebben ze gehad in de voorgeschiedenis? Wat meestal een gevolg is voor darminfecties bij onze siervissen, is door het meestal te veel geven van diepvriesvoer of levend voer. Dus het kan geen kwaad om het zeker te hebben, want een andere aanrader voor darmproblemen is de Moringa Grapefruit Seed Extract. Dat is ook specifiek gemaakt voor vissen die bacteriële infecties oplopen bij voeding met te veel ziekteverwekkers, te veel microben. Dat is eigenlijk daarvoor, en dat is in de discuswereld heel breed gebruikt eigenlijk al. Omdat discusvissen ook vaak dat probleem hebben. En dat is meestal door diepvriesvoer of levend voer, mijn ervaring. Ja. Nou, duidelijk. Ik heb hier een vrij specifieke vraag. Axolotls, op welke voeding zijn die op basleer te krijgen? Want ik ken deze ook, die heeft in de basleer verschillende soorten geprobeerd. Het zijn grotendeels insecteneters, krekels, wormen. Maar zijn ze ook op basleer te krijgen? En welke soort zou dan de grootste kans hebben? Ja, heel moeilijk. Heel moeilijk. Dat zijn uitzonderingen op de regel. Dat ik zeg, wij kunnen 99% van de vissen... Ja, en dit is trouwens een amfibie. Dat is geen vis. Nee, ook dat nog. Kunnen wij een plezier mee doen? Ja, als je het wilt proberen, doe dat de kavaar. Met de kavaar zal eerder... ik heb axolotls al korrelvoer zien eten. Okay. Het enige is, als zij gewend zijn aan muggenlarven... Ja, dat is heel moeilijk om daar de vis dan om te wennen. Als een vis eenmaal gewend is om die mooie rode worstjes te zien zwemmen in het aquarium... Ja, dat is zoals kinderen... Om kinderen om te wennen van een knakworst naar een gezonde kippenfilet of naar een gezonde visfilet. Dat is ook even moeilijk om een kind gewend aan bepaalde... Met het oog en met de smaak gewend. En onze vissen, ja, die zijn zo gauw... zijn kleine kinderen. En als ze eenmaal verwend zijn, zoals een axolotl meestal muggenlarven krijgt, is het heel moeilijk. Ja, moet je soms een paar dagen laten vasten en dan zou het lukken. Ja, ja. Want als vissen dus ook niet... eten. Wat is dan het eerst wat je het best doet? Natuurlijk voor zorgen dat waterwaarden goed zijn en zo, maar als ze moet omgewend worden naar voer, hoe is dat het handigste te doen? Geduld hebben. Ja. het is ongelooflijk. Ik heb sluierstaarten gezien die 3-4 weken niet eten. Omdat ze geen zin hebben of ze zijn, ik weet niet wat. Ze lusten het niet. Het is een gek karakter soms. Want de beesten hebben allemaal een specifiek karakter. En het is raar, hè? Die vissen, die blijven eigenlijk permanent eten door voedingsstoffen die altijd in het water rondzweven, via de kieuwen. Ze filteren permanent over de kieuwen. Je kan ze gerust een week, 2 weken zonder eten zijn. En ik zal je één ding zeggen, op een dag zal hij korrelvoer eten. En dan kun je zeker proberen beginnen met de kavaar, of de garlic, of de forte. Dat zijn degenen waar ze het snelst op reageren, zal ik zeggen, of op naartoe gaan eigenlijk, in dat geval. Maar uiteindelijk, je mocht gerust weten, ze eten om de duur alles wat je ze geeft. Want het is een dier dat zal willen overleven. Ja, duidelijk. Kijk, wat hebben we nog meer? Eleni? Ik was even aan het kijken. Ik denk dat we veel behandeld hebben. Ja, dat denk ik inderdaad ook. En hoe zit het bijvoorbeeld met zout en garnalen? Of zout en slakken, maakt dat allemaal niet zo gek veel uit? Of hoe zit dat? Ja, dat kan er goed tegen normaal. Okay. Ja, 3 gram kunnen ze gemakkelijk tegen. Dat is, ja. Ik heb hier ook altijd appelslakken en die kunnen 6 gram ook wel aan. Ja, zelfs 6 gram, ja. Ja. Die kunnen het zelfs beter aan, ja. Ja. Even kijken. Ja. Chat, kom eens met vragen. Chat. Jurre zegt nog, mijn ervaring hier, en dan heeft hij het over de Paros verrominos en over onder andere wildvang Betta rutilans, is dat ze de kavar niet zo willen eten, maar juist de forte gigantisch aanvallen. Is kavar anders gekookt dan de standaardvoeding? Of? Ja, kavar is helemaal niet gekookt. Ah, kijk. Ja. Dus dat is het verschil in de kavar. Dat helemaal niet gekoot is, maar nu hebben we sinds een paar maanden, zijn we het ook aan het koten met gehydrolyseerde eiwitten. Omdat we merken dat de kavaar, als het in dat glazen potje, vind ik persoonlijk niet goed, want als er zonlicht op binnenkomt, op dat potje, daarom zit er al karton omheen, dat heeft toch een effect op de korrel, zeker als het in het zonlicht staat, na een paar maanden, je weet het soms niet, dat heeft toch een invloed op de kwaliteit
van een korrel. Ja. Daarom hebben we alles in zo'n gesloten polyethyleenpotjes zitten eigenlijk in die potjes, omdat dat goed geïsoleerd is voor lichtinvloed. En dat, daarom zijn we nu aan het kijken om de smaakgevoeligheid te verhogen bij dat kavaar, normaal wijs. Ja. En in de porten zit er coating op dat de vissen lekker vinden, ja. Klopt. Er wordt heel vaak gevraagd wat voor een aquarium erachter staat. Wat voor vissen erin zitten en of ze wat die mogen zien. We gaan eens proberen. Dat zijn vissen die bij mij uit het labo komen, die behandelingen hebben overleefd. En die komen hier op een oude... Ja, er zitten simulans-kardinalen in, simulansen van Colombia. Zitten wat wildvangtetras in, crossogeilussen, roodneuzen. Ik kweek wat platties hier. En die vissen gaan al Rasbora heteromorphas, wat corridorassen op de bodem. Allemaal wildvangcorridorassen die wormen hadden en die hebben de wormkuren allemaal overleefd en die houden mijn gezelschap en die mogen van mij ook altijd het nieuwe voer testen, dat ik elke keer een voer test, krijgen deze vissen maandenlang het nieuwe voer dat we hebben gemaakt, dus die hebben maandenlang alleen het fuco gehad, want ik wil altijd kijken wat doet het voer als ik dat 3 maanden geef, gaan de vissen dan ineens dood of ziek of wat dan ook, ze doen het goed voorlopig. Ik heb er zelfs 1 kardinaal in zwemmen. Je ziet hem nu niet. Maar die is 12 jaar oud. 13 jaar nu dit jaar. Oh. 13 jaar oud. Hij is de enige overlever van 25 kardinalen die ik oorspronkelijk had. Dus die zwemt hier af en toe voorbij. Dus leuk. Dat is een beetje een gezelschapsbak. Verversingen doe ik 2 à 3 keer per jaar. 25%. En de filter doe ik daar ook 2 à 3 keer per jaar. Omdat mijn bak is niet zwaar bezet. Nee. Je ziet het. En ik geef alleen biofish food. En ik weet dat wordt maximaal opgenomen. Dus ik heb weinig afval. Ja, maar dat klopt wel. Want ik merk dat hier ook. We hebben natuurlijk af en toe nu ook gisteren nieuwe vissen gekregen. Dus de bak zit heel erg vol. En al voer ik 4, 5 keer per dag gigantisch veel. Het verpelt je water niet. Dat is echt ideaal. Ja. Oké, dat had mijn gezelschap en af en toe komen er eens andere visjes bij. Dat is het testaquarium. Ze zijn de proefkonijntjes. Ja, gezelschaps, ja. Ik ben ook zo vaak op reis. Ik wil mijn gezinsleden niet allemaal het werk aandoen. Dus, Nee, precies. Kijk, en hoe, als laatste vraag, we zitten eigenlijk ook al tegen 8 uur namelijk, maar misschien af te sluiten. Hoe denkt u over het mengen van verschillende soorten basleer? Wat je zeker kan mengen, zijn de gewone soorten, zoals aloe en garlic. We hebben dan ook de speciale range met met de functionele voeders, zoals met de matrine. Dat heeft geen zin. Matrine of pumpkin of lapacho, dat zijn specifieke voeders. Eleni weet er alles over. Maar de andere soorten verkopen we zelfs in een foodbox. En Eleni heeft in de tijd ook zo zelf iets samengesteld met 4 soorten voeders, ja, de vissen hebben graag variëteit. Maar ja, die voeders hebben minder functioneel doel dan eigenlijk die specifieke voeders om visziektes te controleren eigenlijk. Ja, dus dat mag je zeker mengen, ja. Ja, oké, super. Ja, het is 8 uur. We hadden natuurlijk... Als er ook vragen zijn, doen we er een kwartiertje bij, hoor. Oké, nou mensen, heel veel vragen. Als we toch nog bezig zijn en er is... Er is toch ambiance, want ik weet dat zo'n dingen gemakkelijk uitlopen. Ja, dat is zo, ja. Er zijn nog bijna 100 mensen, dus er zullen vast wel wat vragen zijn, zou je denken. Ja, 100 mensen? Ja, nou ja, precies, ja. Ja, bijna wel. Ik zie een vraag komen, heeft u ook zoutwater? En hoe zit dat? Nou, Kevin vraagt letterlijk, Gerald, wanneer komt er een zeewateraquarium? Ja, bij mij komt er voorlopig geen zeewateraquarium, want ik ben... Voor een zeewateraquarium moet je nog meer thuis zijn. Ja, precies. Ja, eerlijk. Dat is echt... je kan dure techniek kopen, maar... Nee. Ik werk wel met zeewatervissen bij bepaalde importeurs. Hier heb ik genoeg mijn werk aan, dus... Ja, precies. Ja. Kijk, dat is ook een ander onderwerp die ook nog wel voorbij kwam. En dat gaat vooral over microscopie. Het is natuurlijk als je echt zit met ziektes en zo, dus een microscoop super handig. Maar kunnen wij er als hobbyist iets mee? Of ik vind het een heel, heel lastig, maar wel super interessant onderwerp eigenlijk. Ja.
Kijk, als je een microscoop wil gebruiken, doe je dat uit maximale liefhebberij eigenlijk. Hè? Het is iets omdat je, ja, je wilt wel eens weten wat er op de vis gaande is. Of als hij een witte vlek op zijn huid heeft, of zit een beestje op. Of, het is eigenlijk voor een liefhebber een leerschool eigenlijk. Een persoonlijke leerschool. Eleni heeft bij mij een cursus gevolgd. Maar ja, zij moet natuurlijk al wat meer vissen bekijken. Ze handelt in de vissen, dus dan heeft ze ook meer know-how om met de problemen om te gaan. Ik vind het persoonlijk voor een winkelier vind ik een must. Echt waar. Ja. Als je serieus wil weten wat visziektes inhoudt, dan kun je het ook goed vertellen aan de mensen of mee helpen onderzoeken. Want een huidafstrijkje vertelt zoveel. Ja. Of een kieuwafstrijkje. Hey, zeker zo'n grote sluierstaarten die daar achter jou zwemmen. Een kieuwafstrijkje kun je nemen en dat vertelt zo'n groot verhaal. En anders ben je altijd maar aan het gissen. Ja. Want de vissen kunnen met ons niet praten. We moeten altijd maar gokken. Wat scheelt er nu aan mijn vis? Want onze ogen zeggen jammer genoeg niet alles. We kunnen niet alles zien. Dus als liefhebber zeg ik, ja, als je doet, je bent een echte fervente liefhebber, doe het. Voor 200, 250 euro heb je al een hele goede microscoop. Ja, en waar houdt daarin echt goede informatie vandaan? Want daar loop ik zelf een beetje tegenaan. Ik zie wel dat het visziekte praktische wegwijsboek staat wel iets over in. Maar hoe lees je nou goed in microscopie? Of is dat vooral veel doen? Ja, dat is veel doen eigenlijk. Ja, er worden af en toe in Nederland of zo cursussen ook gegeven, waar een paar mensen worden soms wel georganiseerd. Ik weet bijvoorbeeld Jos Derks in Nederland. Ik weet niet of jullie die kent. Ja. Dat is een bioloog, daar heb ik vaak contact mee. En die is nu, werkt nu samen met Ekaterina Os. Ik weet niet of jullie die kent. Die werkt nu ook samen met hem. Haar ken ik al 5 jaar. Zij is een van de betere vispathologen die ik ken in mijn leven. Zij werkt normaal in Sint-Petersburg, maar ze komt nu in Nederland wonen, want zij is de vriendin geworden van Jos Derks. En ik denk dat zij met haar tijd heel veel trainingen gaan geven in Nederland. En Ekaterina is echt heel goed. Als ik zie hoe dat zij lesgeeft, want als ik naar Sint-Petersburg ga, zie ik haar altijd. Spreken we met elkaar, wisselen wij informatie uit. Hoe dat wij omgaan met onze visziekte. Dus wij wisselen soms onder elkaar onze problemen uit, omdat wij ook niet alles weten. Ja, precies. Maar er bestaan soms opleidingen. Ja, dat kun je soms volgen. Ik gaf vroeger wel opleidingen, maar ik doe dat nu minder. Eleni heeft dat bij mij gedaan, hè, in de tijd. Ja. Misschien dat we dat nog eens kunnen organiseren, hè, met Nikki en met Eleni. Absoluut. Voor de geïnteresseerden. Een halve dag kun je veel leren, hè, Eleni? Zeker. Oh ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ik heb toevallig gisteren hier de microscoop er nog bij gehad. Dus. Ja, dat is wel super interessant. Maar dat is inderdaad dus leren van anderen en vooral dus inderdaad zoveel zelf doen. Vooral veel doen, hè. Kijk, ik heb hier af en toe gaat het natuurlijk wel eens een keer vis dood. En als ik tijd heb, maak ik hem gewoon open. En je weet niet altijd wat je ziet. Nee. Meestal krijg Gerald dan van mij een berichtje. Goh, ik zie dit, wat betekent dit? Maar je wordt er uiteindelijk word je er ook wel handiger in. En weet je ook waar je naar moet zoeken natuurlijk, hè. Ja. Klopt. Er wordt nog in de chat wordt een vreemde vraag gesteld door Jurre. Als je op reis gaat naar bijvoorbeeld de Amazone, meet je dan zelf ook wel eens de pH-waarde in rivieren en de gelijkbaarheid? En zo ja, met welke meter, merk en model? Want wij weten, we hebben hier natuurlijk soms een microsiemenswaarde van 28. En dan is de pH gewoon niet te meten. Ja. Heb je daar een tip voor? Ja, goed. De instrumenten die we daarbij doen, dat altijd samen met de Universiteit van de Amazone, van Manaus. Dat is en die hebben allemaal digitale apparatuur. Dat is allemaal digitaal. Dat zijn met elektroden, wordt alles met elektrodes gemeten. De gelijkbaarheid, de pH. Dus dat is allemaal, ja, omdat er zoveel testen worden. Maar ja, die waters zijn ongeveer, ja, dat schommelt een beetje volgens seizoen natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Het regenseizoen of niet regenseizoen is ongeveer hetzelfde eigenlijk, ja. Ja, precies. Dus eigenlijk in de hobby is het moeilijk te meten, denk ik. Met een gewone digitale pH-meter. Ja. Ja, ik zou als aquariaan eerlijk zijn, met de druppeltest kom je er heel goed mee uit, vind ik. De strips, de stokjes, is voor de sneltest. En als je daarna ziet dat er een probleem is en je wilt echt weten, is het nu pH van 5,8 of 6,4? Ja, dan moet je met druppeltjes beginnen. Dat zie je met die strips niet. Maar met die strips zie je wel of je al te veel nitraten hebt bijvoorbeeld. Heel belangrijk.
te veel nitraten en een te lage pH. Dan weet je, oei, dan moet ik dringend verversen. Want dan gaat morgen mijn vissen dood. Ja. In de chat zitten ze al, count me in, een microscopiecursus. Ja, ik denk dat we inmiddels al 3 cursussen kunnen gaan. Ja, volgens mij wel, om zo de chat te zien, ja. Organiseren jullie maar, verzamel maar de mensen, dan kunnen we wel een datum afspreken. Dus, top, ja. Doen we, maar leuk. Ik geef het wel zonder mondkapje, hoor. Ja. Ja. Iedereen spreekt ons wap en dan gaan we iedereen eerst testen op corona. Ja, precies, ja, ja. Ja, we gaan de ruimte goed ventileren, dat is belangrijk. Ja, precies. Niet hoesten op de vissen. Nee, ja. Precies. Ja, de vissen. Kijk, je moet daar wel zieke vissen meebrengen, hè? Ja, oh ja, ja. Ja. Iedereen de zieke vissen mee, precies. Ik word wel aangekeken door 25 vissen, maar ik denk niet dat ze dat willen. Ja, maar zolang ze nog kijken naar jou, zijn ze gezond. Precies. Zolang ze het zeggen. Kijk, als u test met vissen, hoe doet u dat dan? Hoe test je nou op visziektes? Zijn de vissen ziek als u ze krijgt? Of gaat dit anders? Kijk, mijn opleiding als bioloog, ik heb etologie geleerd. Dat is de gedragsleer van dieren, van vissen. En ik heb geleerd, mijn eerste leerboek was van Conrad Lorenz. Ik weet dat die naam jullie iets zeggen. Ja. Dat is een van de eerste goede etologen, een Duitser. Of een Oostenrijker zelfs, een Oostenrijker. En die man had een boek geschreven. Ik spreek met viervoeters, vogels en vissen. Ja. En ik heb van hem geleerd, ik moet proberen mijn vissen te begrijpen. Ja. Ik moet leren mijn vissen zien. En ik heb daar allerlei studies daarna op geleerd. En ik heb ook met vissen gewerkt in de tijd, met trofeussen in het labo in Antwerpen. En heb ik moeten leren het gedrag zien van die vissen. Want de vissen hebben een taal. Echt waar, de vissen hebben een taal. Eleni weet dat maar al te goed met haar sluierstaarten. Die weet maar al te goed of dat een sluierstaart, hoe dat hij normaal is en hoe dat hij niet normaal is. Daarom is het heel belangrijk, en dat is het belangrijkste dat ik aan alle mensen die nu luisteren wil vertellen. Leer uw vissen observeren. Leer kijken naar uw vissen, wat normaal gedrag is. Leer kijken in de 5 minuten terwijl ze aan het eten zijn. Want dan zie je dat een vis goed aan het eten is, dat hij goed zwemt, dat hij komt eten. Blijft hij ergens hangen in een hoekje of aan het oppervlak, dan weet je, oh, hier is iets aan de hand. Of hij is nieuw, er is een geschiedenis misschien, maar dat vertelt een verhaal. De kleur van de vis vertelt een verhaal. Hoe hij zwemt, hoe hij zich houdt in het water, hoeveel hij eet, hoe hij zich houdt tegenover zijn soortgenoten. Is er een groep van kardinalen, zeg maar mooi in groep, maar is er één kardinaal die blijft op de bodem liggen, dat is niet de plaats voor een kardinaal. Dat is de plaats voor een corridora. En dat zijn de taal dat je op dat moment beslis ik, die vis heeft iets. Of, er is iets met het water. Dus dan ga je eerst het water testen, en dan ga ik kijken, en ja, als ik met vissen werk, en die vis, bijvoorbeeld als ik met zieke vis werk, ik zie dat die vis heel slecht is, heel ziek is of wat dan ook, dan haal ik die er zo snel mogelijk uit, als ik kan. Want hij kan een ziekte hebben die je verspreidt naar zijn soortgenoten of zijn vrienden in het aquarium. Dat is het risico. En daarmee heb je best een quarantaine-aquarium, waar je dan die vis apart kunt bekijken en verzorgen. Ja, en welke ziekte ze dan hebben, dat is dan het moeilijke. Daar komt dan de vraag, ja, witte stipjes kun je herkennen, en een karperluis kun je herkennen, en een haakworm. Ja, vindrot, ja, misschien. Is het een bacterie? Een muilschimmel is misschien ook een bacterie. En dat is dan het moeilijke. Ik heb dan een microscoop nodig. Ja. Eigenlijk om afstrijkjes te nemen, kieuwafstrijkjes. Ja, en als de vis echt ziek is, te ziek is, dan offer ik hem op. Dan doe ik in slaap of doe ik hem dood. Met een knip achter de kop. Eigenlijk heel snel. En dan onderzoek ik hem, omdat ik weet, die ene vis in het aquarium heeft een ziekte die misschien de andere 10... of 20 vissen ook al hebben, maar nog niet tonen. Dat is bekend. Als één vis, bijvoorbeeld, je hebt 20 sluierstaarten zwemmen in je aquarium. En één is aan het sterven en aan het doodgaan. En je laat die onderzoeken. In de meeste gevallen kun je uit dat onderzoek uitmaken dat al zeker 10 vissen ook al die infectie hebben, maar nog geen symptomen tonen, nog geen gedrag tonen. De dag nadien of 2 dagen nadien, ja, begint de volgende.
met misschien gelijkaardige symptomen of niet altijd hetzelfde, maar ook niet goed gedrag. En daarom is het belangrijk, leer uw vissen observeren. Heel belangrijk. En dat vertelt het verhaal. Dat is de communicatie die je moet hebben met je vissen. Dat is ook de verantwoordelijkheid die je hebt als je vissen houdt. Dat je elke dag, ik zeg 2 keer 5 minuten de tijd neemt om te genieten van de pracht van je vissen in het aquarium. Ja, precies. Ja. En hier ook nog een mooie vraag. Wat is het meest bizarre dat u is bijgebleven in al die jaren van onderzoek naar visziektes? Oh. Ja, dat is leuk. Wel ja, dat is het begin van mijn studie geweest. Dat is een heel apart verhaal. Ik werkte toen bij Aquaria Antwerpen. Dat is nu een winkel in België geworden. Was vroeger een groothandel van de Weijer. En ik was in 1979, dat spreek ik al heel veel jaren terug. Sommigen van jullie waren nog niet geboren. Maar nope. ging ik op cursus, want ik ging overal gaan studeren. Want visziekteleer kon je nergens leren. Dat bestond nergens. Dus ik ging bij verschillende professoren ging ik dan een week op privé stage. Ik stak er al mijn vakantiegeld in, mijn vakantietijd. Dus ik ging gaan studeren in Amerika, in Georgia, University of Georgia, bij Dr. Jack Gretschek. Jack Gretschek is de grootste vispatholoog van Amerika. Nu al lang niet meer, is al lang al met pensioen. En die man had gezegd, kom naar mij, ik geef een cursus over visziekte, die duurt 3 dagen. En Gerald, jij geeft de praktijk over behandelingen, want jij werkt al 2, 3 jaar in de groothandel. Dat kan ik niet, dat kun jij beter. En in ruil gaan we samen nog wat stage doen bij viskwekers. Dus ik ga er naartoe, ik vlieg er naartoe. Die cursus verloopt lekker. En daarna gaan we naar fishfarms. Maar hij werkte met katvissen. Katvissen om op te eten. Dat was zijn bijberoep, dat om de aquacultuur daar ondersteunde. Dus we gingen naar katvissen kijken. En zegt hij, nu moet je eens kijken, zegt hij, al die katvissen hier, die zien er toch gezond uit? Ik zeg, ja, die komen eten uit je handen. Dat waren vissen van 20, 30 centimeter. Je zegt, dan moet je ze een huidafstrijkje nemen. Dus we nemen een huidafstrijkje. We onderzoeken dat op de microscoop die we mee hadden. Vol met huidwormen. Maar niks te zien op die vissen. Ja, een paar dooien. Maar dat vond die kweker normaal. Maar wij niet natuurlijk. En dan zegt hij, goed, we hebben die vissen, 3, 4 vissen genomen. En hij neemt die in een plastic zak mee naar huis. Ik denk, oh, we gaan die waarschijnlijk verder opensnijden, hè. En onderzoeken. Nee hoor. Ik woonde toen bij hem thuis. Hij bracht ze naar de keuken. En zijn vrouw bakte ze klaar. En bakte ze in de pan. Dan zei ik tegen hem. Ja, maar ga ik toch niet opeten. Vissen met huidwormen. Nou, zegt hij. Ze maken dubbel zo lekker. Ja, geen kwaad. Die huidwormen doen helemaal niks aan jou. Nou, ik moet eerlijk zeggen. Ik heb wel met lange tanden zo'n vis binnengegeten. Maar het smaakte niet, nee. Nee. Dus dat is een gek verhaal met visziekte. Ja, dat is wel bijzonder. Hier zie ik ook nog Nicky iets dieper erop ingaan, het onderzoeken van vissen. Worden er ook gezonde vissen opgeofferd of ze ziek te maken om onderzoek te doen of medicatie te testen of probiotica te testen of iets dergelijks? Of wordt het puur op zieke vissen gedaan? Het wordt in uitzonderlijke gevallen op gezonde vissen gedaan. Maar het onderzoek dat wij doen is specifiek gericht op zieke vissen. Dat is echt ons doel, dat wij zieke vissen wat eruit halen. Als ik dus in de groothandel werk, moet ik soms screening doen. Dat wil zeggen, bij een importeur, ik werk vaak in Nederland, bij een van de grootste importeurs van Europa. Ja, en die krijgen dan 10.000 guppies binnen. Ja. Ja, en dan krijg ik er 2 uit de batch om te kijken of er problemen zitten die dan waarschijnlijk de komende dagen zouden kunnen uitbreken. En dat kan ik ontdekken. Ik kan al zien dat er bacteriën of parasieten aanwezig zijn in kleine aantallen. Maar ik weet dat dat in de komende 24 uur dan grote aantallen worden en dan een infectie kan worden. Dus dan worden eigenlijk uit zo'n batch 2 vissen opgeofferd. En nu moet ik wel eerlijk zijn. Ik neem diegene eruit die al kapotte vinnen heeft of een blind oog heeft of misvormd is. Want die zitten er ook altijd tussen. Dus ik weet dat het de minst verkoopbare vis is. Dus ik hou wel diervriendelijk een beetje rekening mee. Ja. Maar normaal in mijn handel werk ik hoofdzakelijk alleen maar met zieke vissen. En, want ik heb een hekel om gezonde vissen eigenlijk op te offeren. Heb ik een hekel aan, dat is niet mijn doel als vissendokter. Nee, helemaal niet. Nee, in tegendeel juist. Tegenovergestelde. Ja, ja. Ja, duidelijk. Ja.
Nu is de chat eigenlijk wel een beetje stil aan het vallen. Ik denk dat iedereen een beetje zo aan het luisteren is. Ja, ik zag net inderdaad dat ook al wel voorbij komen in de chat. Dat was volgens mij Dennis, oh, waar is mijn muis? Die dat zei van Gerald, ik wil toch eens gezegd hebben dat u op een hele leuke en interessante manier dingen uitlegt. Dat houdt mij en iedereen hier op ons puntje van onze stoel zitten. Nou, ben ik blij te horen. Dankjewel. En weet je waar dat komt? Dat komt door interactie met jullie. Ik heb altijd cursussen gegeven en ik heb ook bij liefhebbers... Maar daar kreeg ik feedback en achteraf zeiden ze soms, ja Gerald, dat was saai, dat moet je zo doen. En ik ben dan speciaal op opleiding geweest. Okay. Ik ben een opleiding gaan volgen, hoe breng ik het best mijn boodschap? En zoals we allemaal doen, aldoende leren we. En het meeste leer ik van jullie, de liefhebbers, jullie problemen, jullie zorgen. En dat maakt mijn werk zo boeiend, dat ik het ook weet te verkopen. Want wat willen jullie horen? Niet noodzakelijk wat ik weet, nee, wat jullie willen horen. Ja. Het heeft geen zin een zwaar wetenschappelijk verhaal te verkopen, dat heel moeilijk ligt. Dus als wetenschapper, want ik ben wetenschapper, ik ben gespecialiseerd in de vispathologie, maar ik moet wel het verhaal verkocht zien te krijgen. En dat is altijd mijn doel geweest in de handel, dus de wetenschap om te vormen naar een verkoopbaar plaatje voor de liefhebber, waardoor hij er ook wat heeft. Want ik zie veel boeken of wetenschappers verhalen vertellen dat ik zeg, nee, dat komt niet over. Daar heeft de liefhebber niks aan. Het is wetenschappelijk goed. Maar het moet wel verstaanbaar zijn. En het is omdat ik veel onder de liefhebbers kom en met liefhebbers werk of contacten heb dat werkt. Dus dankzij jullie heb ik dat geleerd. Ja, precies. Ja, ik zie nu begint de hele chat vol te lopen. Inderdaad, heel interessant. Kan ik alleen maar achterstaan. Wie blijft luisteren, verveelt absoluut niet. Nou, dat dus. Kijken. Voor de mensen... Ja, en voor de mensen die natuurlijk nog wat meer willen weten, hebben we natuurlijk het boek nog. Ja. En misschien, Nikki, wat wel leuk is om even aan te kondigen dat we er eentje kunnen verloten. Want er is natuurlijk een gesponsord door Gerald. En daar hebben we een prijsvraag voor bedacht. Ja, dat doen we. Doen we die straks nog? Want er zijn toch heel veel ook specifieke vragen, hè? Waar we dan best, denk ik, het zo specifiek op ingaan. We gaan zo nog even op de specifieke vragen in. Maar mensen, denk alvast na over de stelling. Ik zal ook de vraag pas stellen, Nikki. Ja, dan hebben ze goed. Tijd om na te denken. Antwoord geven hoeft nog niet, dus even voor degene. Nee, nog geen antwoord geven. Dat gaan we straks doen. Maar de vraag voor het boek, die wordt naar je opgestuurd als je het goed hebt of er het dichtbij zit. Dan de vraag die komt, hoeveel potjes basleer, en dat is inclusief kavar, inclusief de shrimpsticks en al dat soort dingen. En ik kan je zeggen, de hele stelling staat niet in beeld, hij loopt nog wat verder omhoog. Hoeveel potjes basleer staan er in mijn stelling? Eleni heeft ze dus vanmiddag moeten tellen. Ja, ik heb ze weer moeten tellen. Oh kijk, er wordt mij zelfs hier drinken gebracht. Wat aardig. Nou, wat geweldig. Dus hoeveel potjes basleervoeding staan er in deze stelling? Je hoeft nog niet te antwoorden straks. Ik denk rond een uur of 9 of zo doen we dat wel even. En degene die het dichtstbij zit, die krijgt dit boek. Dus ja. Succes dan vast. Ik ga tellen zo achter je. Hoeveel zullen er zijn? Veel. Ja, ja. Twee rijen, dubbel op elkaar gestapeld. Ja, hij staat er net helemaal op, volgens mij. Nou, ja, ongeveer. Oh, nee, ja. Toch niet, want hij stopt bij... Nee, hij staat er nog niet op. Er zit nog een plank boven, jongens, met grote potten. Ja, wat ja. kan ik doen? Ja. Oh, wauw, ja. Ja. Dus, succes allemaal. Ja, veel succes met nadenken inderdaad erover. Want hoeveel basleersoorten zijn er op dit moment? Ik was gisteren de analyses aan het maken voor een zending naar Brazilië. Je hebt natuurlijk al die verschillende korrelmaten, die ga ik niet meetellen, hè? Nee, dan wordt het wel heel veel. Keer 5 moet het dan worden. 13 smaken, zeg maar. Dan heb je nog kavar, nano en de shrimpsticks. Wauw. Ja, en veel. Als je het hele assortiment wil hebben, dan kan ik je zeggen dat het er veel zijn. Ja, precies. Ja, het laatste nieuwe is het Fuco natuurlijk. Want de aquariumster zegt al, Gerald, je gaat toch weer geen nieuw voer maken? Weer al één. Ja, wat is soms de vraag? Wat vinden we soms in de wetenschap als interessant artikel dat jullie aquarianen wat aan hebben? Waar we een doel kunnen mee bereiken. Natuurlijk langzaam raakt de trek gevuld. Er zullen er moeilijk nog wel wat bij komen.
Nu zijn we wel met een nieuw aan het testen. En dat is om, dat noemen we nursery feed. Dat wil zeggen om zo'n plankton te vervangen. Dat is voor de kwekers. Oké. Oh. Dat is dus 100 micron voer. Heel, heel fijn. Stofvoer. Het is kleiner dan de nano. Het lijkt op de nano. Maar het is gevraagd voor de zeeviskwekers. Want zeeviskwekers moeten zo'n plankton steeds kopen of voeren. En ik werk met een paar Duitse kwekers samen. En die hebben straks een goed biertjesvoed voor de nursery. Voor de baby, voor de clownviskwekers. Maar ook voor zoetwaterkwekers. Dus dat is het volgende waar we mee gaan testen. En voor mij gaan de kwekerijen testen. Want ik ben zelf geen kweker. Dus nee. De kwekerijen gaan voor mij dat testen, vooral zeeviskwekers. Dat is wel het doel. Ja. Okay. Ja. Maar ja, verder heb ik nog ruimte voor één potje. En dan moet je weer uitbreiden. Ja, maar ik begon ooit met een kleine stelling van 60 centimeter. Toen paste het. Toen werd de plank 75 centimeter. Maar toen kwamen de pumpkin en lapacho en fuco uiteindelijk. De stelling is nu een meter. Naast de regular is nog plek voor één potje. Dus je kunt nog één smaak bij maken, dan houdt het op. Ja, ja. Elenie, kan er toch nog een rek bij zetten? Ja, dat kan. Aquarium eruit, nog een stem. Ja, voilà. Zie. Ja, precies. Dat past. Oh, ja. Er wordt nog gevraagd, welk boek is het meest uitgebreide boek over visziekten dat u geschreven heeft in het Nederlands? Ja, dat is natuurlijk de grote, de nieuwe wegwijs, een visziekte, ja. Maar die is uitverkocht. Ik zal het laten zien. Ik heb hem ook. Oh, toen is iedereen weg. Ja, hier is er nog één. Dus die is waarschijnlijk nog wel tweedehands te krijgen. Okay. Waarschijnlijk is die nog. Ja, daar is hij ook. Ja, dat ook. Zie. En waarom worden ze eigenlijk niet meer verkocht? Uitverkocht. En eigenlijk om dat weer te drukken, moet ik er minimaal 1000, 2000 drukken. En tegenwoordig verkopen boeken heel slecht. Heel langzaam. Ah. Vind ik heel jammer. Dat is echt. Eerlijk te zijn, vroeger verkocht ik een paar honderd boeken per week. En als ik er nu 2, 3 per week verkoop, is het veel. Zo, is het veel. Ja, dat is het internet. Er is heel veel informatie op het internet. En daarom ben ik ook begonnen met mijn YouTube-kanaal om filmpjes te maken over visziekten. Ja. Omdat daar, ja, ik maak natuurlijk reclame voor mijn visvoer daar. Maar omdat die filmpjes, ja, wordt gemakkelijker bekeken door iedereen. In 4 talen natuurlijk ook nog. En daarmee bereik ik toch een breder publiek. En er is zoveel te vinden op het internet, gratis informatie, literatuur. Mensen in aquaristiek lezen veel, veel minder boeken. Ik hoor dat van iedereen die boeken schrijft in aquaristiek. Er is zoveel informatie te vinden. Ja, is jammer. Ik vind het jammer, maar daarmee dat ik het kleinere boek heb gemaakt toen in de tijd. Maar ook dat loopt. Nu niet dat Eleni elke dag, elke week 2, 3 boeken zal verkopen. Nee, ik denk dat het een paar per maand. Toevallig, ja, ik kreeg deze van de week binnen en dat was gewoon eng. Want ik haalde ze op om 8:30 bij de post en om 9:30 werd er een boek besteld. Alsof mensen het roken, dat was gewoon eng. Maar nee, niet zoveel, maar af en toe. Maar het is ik pak hem vaak nog wel erbij hoor. Als ik bezig ben en denk van, goh, wat is er aan de hand? Trek ik toch even de boek open. Kijk, maar deze is nog. Kijk, er staan heel veel foto's in. Hè, ook over in die grote. Die is nog wel te krijgen in het Engels en in het Frans. Okay. Dus dat is wel. Op mijn website is dat te zien. Of Eleni kan ze voor iemand bestellen als het moet. Maar die is wel. En er staan dus heel veel foto's in. En er staan ook speciale hoofdstukken in over goudvissen en over sluierstaarten hier. Hè. Ja. Kijk, zie je het hier? Ook over virale infecties bij kooikarpers. Allerlei vissen die opengesneden zijn. Dus dat is mijn grote atlas. Maar ja, tegenwoordig kost het zoveel geld om dat te drukken. Ja, en de verkoopcijfers zeggen mij ook, ja, kijk eens tweedehands. Online is het soms te krijgen. Ja, ik heb die van mij ook tweedehands toegevonden. Ja, ja. Ja. Maar in het Engels zijn ze er dus nog wel? Engels en Frans, okay. Ja. Nou, dat is te doen. Engels kunnen veel mensen prima lezen natuurlijk.
af en toe een Google Translate erbij en dan kom je er wel, denk ik. Ja. Oh, het iridovirus. Is dat overdraagbaar op eieren? Hangt een beetje van af als de eieren in de vis nog zitten. In die vissen zitten. Zijn er vragen gesteld en dat het soms zou kunnen. Oké. Zoals mycobacterium, een bacterie, dat is eigenlijk groter dan een virus. Kan ook via de eieren, de gonaden, en dat is vooral bij het vrouwtjevis, bij de vrouwtjes. Als de vrouwtje erg geïnfecteerd is, kan het overgedragen worden via de gonaden. Dus de eierstokken of zo bij de eitjes terechtkomen. Dus daarin bestaat zeker een risico, maar ook via het water. Oké, duidelijk. Ja. Ja, het gaat nu allemaal, iedereen wil dat boek nou hebben, hè, Lenny? Ja, iedereen zit over boeken. Dus als jullie boeken willen, doe me maar een berichtje. Dan, nou ja, dan koop ik ze wel in, hoor. Dat kan allemaal goed. Ja. Ja, hoor. Nou, ik denk dat we er aardig doorheen zijn, of niet, Nicky? Ja, ik denk het ook. Ik denk dat er heel veel behandeld is. En ook heel veel die ik achteraf weer heel veel video's kan benutten met heel veel info. Ik denk dat iedereen, de mensen een stukje wijzer zijn geworden. Ja. Anderhalf uur. Ja. Ja, was er iets wat u zelf nog echt gezegd wou hebben richting de mensen? Nee, ik vind het ongelooflijk hoeveel interesse er is. En interesse om bij te leren. Ik vind het leuk dat dat zo bestaat op zo'n kanaal zoals jij doet, Nicky. Ik vind dat prachtig. Ik zie het dat het de toekomst is om mensen blijven te informeren, zeker met lockdown. Hè? Ja. Is dat zo? Maar die is gelukkig al versoepeld dat we al buiten kunnen komen. Maar ik vind dat mooi dat dit allemaal bestaat, deze mogelijkheden om de liefhebber te informeren. En dat ook de liefhebber daar interesse in heeft om dit allemaal, nou ja, van een hobby iets mooi te maken. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat dat veel verbeterd is tegenover 20, 30 jaar geleden. Okay. Ik vond toen de mensen koppiger. Die mensen waren zo, ik weet het. Je hoeft mij dat allemaal niet te vertellen. En dat is misschien nog altijd met de generatie waar ik van ben. Dat mensen, als ik naar clubs ga en die zijn 65 jaar zoals ik, of 70 jaar, die zijn moeilijk te overtuigen of te veranderen naar een ander voer. Ja, precies. Ja. En ik merk dat er bij de jongere generatie, jullie generatie, mensen 30, 35 jaar, dat die veel flexibeler zijn en er veel minder vastzitten in een hokje van de aquaristiek van 40 jaar geleden. En daarmee vind ik het leuker om op zo'n kanalen zoals die van jullie ook mijn verhaal kwijt te kunnen, want jullie luisteren. En jullie voeren het ook uit. En dat vind ik dan voor mij, is ook mijn doel als visdokter altijd geweest, is mijn kennis overdragen tot een beter houden van aquaristiek. Tot een gelukkiger, eigenlijk een gelukkiger vis. Ja. Want hoe gelukkiger de vis, hoe gelukkiger de aquariaan. Hoeveel meer plezier we hebben. En dat is het doel. Jij, ik zie dat ook, Nicky. Jij doet het daarom ook allemaal. Ik weet het. Ja. En daarom zie ik ook af en toe jouw berichten. En knap van jullie. En doe zo voort, zou ik zeggen. Ik steun jullie. Doen we zeker. Leuk. Ja, leuk. Zeker leuk. Ja. 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 En nu zit de chat inderdaad van, oh ja, dit is inderdaad heel leerzaam, allemaal nieuwe inzichten, super interessant, was interessant, dankjewel aan deze drie toppers. Dankjewel, graag gedaan. Dat is momenteel in de chat. Ja, dat sloot herhalen we nog een keer, hè, op andere thema's. Misschien dat mensen eens op voorhand thema's kunnen insturen, kunnen we misschien ook eens afspreken, dat we daar iets rond kunnen bouwen of zo. Of iets. Ja, zeker. Ja, kunnen we eens over nadenken soms. Ja, hè? Als er ideeën kunnen komen van jullie. Ik zag al dat volgens mij een kleine 700 mensen hebben dit nu al gezien. My. Dus er zijn genoeg mensen die wel vermoedelijk ook wel willen helpen daarmee. Ja. Met de top. Top. Nou ja, dat kunnen we vaker doen. Zeker. Oké, dankjewel. Ja, jij ook heel erg bedankt, Gerald. Ja, Eleni, dank je wel. Leuk dat je erbij wilde zijn. Ja, graag gedaan voor jullie. Je weet, ik steun jullie. Ja, super. Ja.